Wat ik begrepen heb, binnenkort in januari is er een reshuffling op komst, of althans vervangen van ministers. En uw naam werd ook genoemd als iemand die dan naar NH zou gaan, eventueel. Ja. U wil niet zeggen dat u het voor het eerst hoort nu? Nee, ik heb het zo vaak gehoord dat ik bijna zelf erin begin te geloven. Nee, ik werd inderdaad gevraagd om een bijdrage daar te leveren. Alleen zeg ik wel, onder condities, ik zou wel heel graag vinger willen hebben in mijn opvolger bij Grasalco, dat ik weet van wie zou het best kunnen doen. Dat heb ik gevraagd, onder andere mogelijkheden. Maar ook in die rol van als minister is het puur om politiek, om werkelijk dingen te doen voor het land. Ik sluit het niet uit, het is nog in overweging. Ik heb nog geen besluit genomen, ik praat nog erover. En ja, het is waar, het is mijn gevraag. Maar is het een ruil? Dat de huidige minister, want dat is ook wat ik gehoord heb. Nou, je hebt mijn dingen laten zeggen hier. Maar je hebt al gezegd, hij wil mede bepalen wie zijn opvolger worden, dus dat kan niet ruil zijn. Nee. Ik heb gevraagd naar Donald Klaus, aan de president, als ik van daar weg ga, zou ik wel graag iemand die weet wat de visie is, iemand die weet welke richting er zal komen, wat we allemaal hebben voorbereid, waarvoor we staan, opvolging doet. Dat heb ik wel gevraagd aan de president, nadrukkelijk. Ik heb een visie over hoe mijn bijdrage te leveren. En op elk niveau wil ik leveren, ook al is er een andere boedeling achter de verschuiving. Ik heb dat gevoel niet gehad bij het gesprek dat ik heb gehad met de president, maar het kan best, het kan. Ik kan niet in iedereen's harten zien, maar ik reken niet erop, ik denk niet eraan. Als ik daar een job moet ik het doen. Hoe Grasalco verder in te vullen, heb ik gevraagd van, mag dat zo zijn dat ik ook daarin mag aangeven wie het best zou kunnen opvolgen.